Ziekenhuis in Jansdal timmert de laatste jaren stevig aan de weg. Na haar fusieplannen met het Zwolse Iselaar ziekenhuis heeft ze tegen alle stromingen in toch besloten om als zelfstandig ziekenhuis door te gaan. Dankzij haar gezonde financiële positie en de hoge kwaliteit van de dienstverlening is dit een goede beslissing gebleken. Wel wordt er samengewerkt met diverse andere ziekenhuizen. Om op de toekomst voorbereid te zijn, zijn op de huisartsenpost en de eerste hulp 6 nieuwe operatiekamers gerealiseerd en een nieuwe centrale sterilisatieafdeling. Operatieassistente Petra Granneman leidde mij rond door dit bijzondere complex. We zijn hier vandaag in het nieuwe complex operatiekamers van het Sint-Jansdal hier in Harderwijk. Naast mij staat Petra Granneman en die weet daar heel veel van. Petra, ja, dat klopt. Wat zijn de kosten ongeveer geweest van dit hele complex? Nou, dan hebben we toch wel rond 8 miljoen. Ik denk dat we daar wel misschien iets overheen zijn gegaan. 8 miljoen? Ja. Goed, dat betekent een flink deel van jouw spaargeld is nu op. Ja, dat klopt. Dat klopt wel, ja, oké. Okay. Wat is jouw functie in het ziekenhuis? Ik werk hier als operatieassistent en kwaliteitsmedewerker. Oké. Okay. Nou, we beginnen op het oude gedeelte. De nieuwe operatiekamers zijn al wel opgeleverd, maar nu zijn we bezig met de verbouw van het oude operatiekamercomplex. Maar de oude holding en de recovery, die zijn nog wel in gebruik en die wou ik even laten zien. Dan kun je het verschil tussen oud en nieuw goed zien. Nou, hier... Aan de linkerkant is de holding, daar worden de patiënten opgevangen die geopereerd worden. Daar worden ze klaargemaakt voor de operatie, aangesloten op alle apparatuur. En als de operatiekamer klaar is om ze te ontvangen, dan worden ze hier vandaan opgehaald. En dan gaan ze naar de nieuwe operatiekamer toe. Als ze geopereerd zijn, dan komen ze aan deze kant weer terug. Dat is de recovery. Daar gaan de patiënten uitslapen die geopereerd zijn. En om een beetje een beeld te krijgen qua kleuren en ideeën, is dit dus hoe de oude operatiekamers er qua kleuren zo'n beetje uit hebben gezien. Heel anders als wat ik jullie nu ga laten zien. De totale nieuwbouw bestaat uit 2 fases. Fase 1 is gerealiseerd. Fase 2 bestaat uit de verbouw van de oude operatiekamers. Hierin komen de holding, de recovery, de apparatuurberging en de personeelsruimtes. En omdat we nu druk met de verbouwing bezig zijn, is het overal een beetje anders neerzetten. Maar om iedereen goed de weg te wijzen, omdat het toch wel heel veel verandert, hebben we overal wegwijzertjes neergezet. Dat was de ingang naar de oude operatiekamers. Die zijn vorige week afgesloten. Die ruimte, daar wordt nu alles verbouwd. En dit is de tijdelijke doorgang naar het nieuwe OK-complex. En die liggen boven op de eerste hulppost en de dokters, hè? Post. Nee, hier, ja, dit is nog röntgen. Ja? En waar we nu heen gaan... Wait. Waar we nu komen, dit is allemaal nieuw gebouwd. Oké. Dus het is wel een heel ander licht, andere kleuren, andere vloeren. En dit wordt straks de toegang voor de patiënten die naar de operatiekamer komen. Ja, mooi hè? Nou. Mooie lichtstrips. Ja. Dan hebben we hier weer zo'n heel kort overgangetje. Dit was eigenlijk een oude OK. En daar is een stuk uitgehaald en dan komen we hier. En dan gaan we echt het hele allernieuwste gedeelte op. Dus dat is eigenlijk vanaf dit gedeelte. Vanaf dit gedeelte begint echt de nieuwbouw. Het echte nieuwbouw, ja. Spannend hoor. Hele andere kleur, ja, hè? Ja. Ik heb ook gelezen dat men vooral heeft gelet op de stressvermindering. Ja. Kun je daar iets over zeggen? De oude OK had je een rij van 6 operatiekamers achter elkaar. En aan de andere kant was de apparatuurberging, de koffiekamer. En daarin waren alle stromen van patiënten, van personeel en van goederen was allemaal 1 gang. En dat hebben we nu helemaal apart gedaan van elkaar. Dus waar we nu lopen is alleen maar voor patiënten. Nu nog niet, maar dit wordt alleen maar een patiëntenroute. En is alles gescheiden. Alle kantoren zitten allemaal hier achter, apparatuurberging ook. En waar we nu hier om het hoekje heen gaan, dat zijn dus de 6 operatiekamers. En dat straalt ook alleen maar rust uit en daar is het gewoon ook. Het gaat om rust, om een beetje het gevoel, niet dat je thuis bent, dat kan natuurlijk niet, maar wel... Voor de patiënt rust. Rust, ja. Ja, zeker. En dat hebben jullie gedaan door kleuren, door minder drukte, minder ja. Verkeer als het ware, klopt ja, dat? Ja, klopt. En de kleuren zijn allemaal ook wel bewust uitgekozen. Ze zijn speciale
muren op de oude OK geweest, die dan geverfd zijn in de kleuren om te kijken hoe het beeld er ongeveer uit zou komen te zien. Het gebeurt nog steeds dat mensen aan een verkeerde heup worden geopereerd. Ja, ja. Of een verkeerd been wordt afgezet. Ja. En protocollen, afspraken die je met elkaar maakt, dingen op papier zetten, die moeten dat voorkomen. Ja, zeker. Wij doen hier in het ziekenhuis voor de patiënten een safety alert. En dat betekent dat je vanaf stap 1, dat de patiënt op de lijst wordt gezet om geopereerd te worden, wordt er constant een check gedaan dat we de juiste patiënt hebben met de juiste geboortedatum, dat hij voor de juiste ingreep komt. Maar daarin worden ook dingen gecheckt als allergieën of relevante medicatie die nodig is om te weten voor de operatie. Ja, ja. En dat gebeurt bij iedere ingreep. En dat slijt er gewoon in. Dat is nu 10 jaar geleden deden we het niet. Dan deed je dat op een andere manier. Tegenwoordig ben je gewoon heel erg streng. Volgens die regels moet je dat doen. En dat werkt prima. Okay. Iedereen weet niet beter als dat we dat zo doen. Maar dat Operagon is dus het nieuwe systeem wat lucht inlaat. Ja. En waardoor eigenlijk het hele operatiegebied schoon is. Ja, de hele operatiekamer. Kamer, ja. Okay. Ja. Nou, gooi hem open, ik ben benieuwd. Nou, dit is dus wel werkelijk een unieke ruimte om te zijn, hè? Mooi, hè? Ja, prachtig. Ja, ja. En ze zijn allemaal zo. En we hebben zelfs 3 operatiekamers die ook nog een raam hebben naar buiten, dat je naar buiten kan kijken. Dat is belangrijk, licht, hè? Ja, dat is mooi. Ja. Dat zijn we niet gewend. Maar daarboven heb je dus weer dat opengolf waar we nu naar kijken. Dat is dat luchtinlaatsysteem. Ja. Dat betekent dat je dan een hele dag een beetje de wind om je heen hebt, of niet? Of zie ik dat verkeerd? Nou, hier is de temperatuur ongeveer 1,5 tot 2 graden warmer als onder het operatietafel. Okay. Dus daar wordt iets harder de lucht geblazen. Als je eronder zou staan, zou je dat ook horen en voelen. Daar is het iets koeler. En hier hebben we overal die bollen, dus overal werk je nu in een hele schone ruimte. En daar is je eigenlijk echt nog super schoon. Maar dit is wat je hoort, dat is het operagon. Dat hoor je gewoon de hele dag? Ja. Ja. Wat me altijd opvalt is dat de bed altijd zo smal is, hè? Maar dat moet, hè? Zo'n breed bed, ja. Dan sta je daar eigenlijk heel onhandig aan te werken. Dus het is gewoon dat je er zo kort mogelijk op staat. Ja. En hier past iedereen op. Kun je eens vertellen welke spullen nou, want dat is misschien wel een belangrijke vraag. We hebben de oude operatiekamers gehad. Ja. Daar stonden spullen. Is dat allemaal vernieuwd? Bijna al, ja. Ik bedoel, als je kijkt naar dit hypermoderne, nou, zeg maar, lichtsysteem boven de tafel. Ja. En ja, alles lijkt mij gewoon nieuw. Ja, klopt. Alle lampen zijn nieuw. Ja. We hebben overal nieuwe schermen gekregen. Dus dat zijn de schermen die hier overal hangen. En daar kan je van alles op streamen. Nieuwe pc's zijn er gekomen. Nieuwe apparatuur. Dit is apparatuur die we nieuw hebben gekregen. Waar is dat voor? Dat is voor? Ja, dat is voor elektrisch snijden. Oké. Okay. Diathermie, maar... Ja. Ja. Maar dit is het anesthesietoestel en die zijn gewoon verhuisd. Dus toen we gingen verhuizen, 7 januari... is dit een van de, die hebben we gewoon vanuit de oude OK meegenomen naar de nieuwe OK. En zo zijn er nog wel meer dingen hoor. Ik bedoel, infuuspompen die je hier hebt staan. Dit zijn infuuspompen. Patiëntverwarmingssystemen. En daar hebben we nog een oude stellage. En sommige dingen zijn echt wel opnieuw gebruikt. Wat is de normale temperatuur in de operatiekamer? 18, 19 graden. Ja. Nou, je bent altijd als patiënt altijd echt koud als je eruit komt, hè? Ja, ja. Dat is echt wel iets wat je, als patiënten binnenkomen, worden ze getemperatuurd om te kijken wat de temperatuur is, lichaamstemperatuur. Maar ook voordat ze weer weggaan. Als mensen te veel afkoelen, dan blijven ze wat langer om goed op temperatuur te komen. Want eigenlijk lig je, het klinkt raar, zo goed als poedelnaakt op de operatietafel. Ja, dus daar heb je inderdaad bijvoorbeeld zo'n, dat noemen we een hotdog, daar verwarmen we de patiënt mee. En patiënten krijgen altijd een infuus. En dan probeer je ook de infuusvloeistof die je geeft aan de patiënt te verwarmen. Dus daar hebben we ingebouwde koelkasten en warmkasten. En daar zit dan het infuusmateriaal in om het te verwarmen. En wat is jouw taak in de operatiekamer? Ik sta aan deze kant. Dus de anesthesie staat hier. Die zorgt voor de vitale functies van de patiënt.
Ik assisteer de operateur bij de ingreep die die doet. En zijn er speciale ingrepen waar jij dan ook in gespecialiseerd bent? Een heupoperatie of zo, ben je daar dan ook bij? Of zijn het andere operaties? Maakt niet uit? Nee, in principe worden wij allemaal, we leiden hier ook onze eigen leerlingen op. En zo ben ik hier ook gekomen. En je wordt heel basisopgeleid dat je alles kan doen. En je ziet wel dat mensen zich hebben gesuperspecialiseerd in bepaalde vakken. Dus de een doet heel erg veel heupoperaties en knieoperaties. De ander doet longoperaties. Volgende week hebben we een groot congres hier. En dat zijn mensen die zich echt helemaal hebben gefocust op de longoperaties. Maar ook voor de kano en voor de kaak heb je toch wel specialismeoudsten die dan net wat meer weten over dat vak als de ander. Ik ben gewoon, zou ik maar zeggen. Maar dan komt het dat ik weer ook kwaliteitsmedewerker ben. Dus dat is mijn taak weer naast. Daarnaast, ja. Okay. Maar het is een operatiekamer die gebouwd is ook voor de toekomst. Jazeker. De andere hebben we 30 jaar mee gedaan. Ja. En dit is allemaal al wel zo doordacht dat we daar de komende jaren nog wel mee vooruit kunnen. Ja. Ja. Okay. Een heel belangrijk onderdeel in het ziekenhuis is de CSA, oftewel de Centrale Sterilisatieafdeling, waar de gebruikte instrumenten eerst worden gewassen en daarna in een zogenaamde autoclaaf gesteriliseerd. De autoclaaf is die het steriliseert, want dat zit op zo'n hoge temperatuur, daar wordt het steriel. Nu wordt het eerst schoongemaakt, want het is natuurlijk allemaal vuil als het hier naartoe komt. Het is een voorwasmachine eigenlijk. Ja. Dus al het instrumentarium wat ik zei komt vanaf de polycline operatiekamers en het geboortehuis en moeder- en kindcentrum. En vanuit de OK zelf komt dat allemaal hierheen. We hebben hier een medewerker van de CSA en die pakt alles bij elkaar, die zoekt het uit en die zorgt dat alles kan in de ultrasoon gereinigd worden. Het grofste vuil wordt er afgehaald en dan gaat het in een van de 5 wasmachines. Dan wordt alles mooi gereinigd. Even naartoe. Dat is een voorwasmachine. Het is gewoon de wasmachine. Maar dan wordt het niet steriel? Nee. Nee. Maar dan gaat het dan weer uit straks? Dan komt er straks weer uit. En dan wordt het steriel gemaakt? Dan gaat het in de autoclaaf, ja. In de autoclaaf? Ja. Okay. Nou, dus dit is het programma waar alles wordt ingezet. Hier gaan dan de instrumenten netjes met het vuile instrumentarium. Dat wordt dan hier ingezet. En als het klaar is en het is schoon, want dit is eigenlijk de vuile kant, want hier komt alles wat vuil is. En als het dan schoon is, gaat het aan de andere kant, halen andere medewerkers van de CSA er weer uit. Dus dan lopen we daar nu eventjes naartoe. Gaan de mensen weer verder, dan gaan ze, wat ik zei, gaan ze dat allemaal weer opdekken. Dan gaan ze het inpakken en dan, als het allemaal klaar is en de sets zijn hier gecontroleerd en ingepakt, dan komt er natuurlijk ook een streepjescode op om goed te kunnen kijken wie, omdat die set te kunnen volgen, want die wordt dan gekoppeld uiteindelijk aan de patiënt die geopereerd wordt. Dus dan weet je altijd dat bij welke patiënt welke sets zijn gebruikt. Nou, als alle sets dan zijn ingepakt, dan gaan ze hier in de autoclaaf. Ze hebben 2 autoclaven. Die worden hier, ze zijn nu allebei in gebruik zoals te zien is. Ik kan daar verder niet zoveel aan laten zien. Nee. Deze deur die kan gewoon, ja, hij is nu bezig, die kan open, die schuift dan naar beneden. Hier worden de sets opgezet en die worden dan hierin naar binnen geschoven. Die worden op een hele hoge temperatuur. Kun je iets vertellen over hoe dat apparaat werkt? Die autoclaaf? Ja, dat zou iemand van de CSA moeten vertellen. Ja. Want het is, ja, ik werk hier verder niet mee. Het wordt alleen op een hele hoge temperatuur. Ik kan me voorstellen dat het op een hoge temperatuur. Hele hoge temperatuur, ja. En uit mijn hoofd zou ik zeggen 135 graden. Okay. En dat laat wel de hete lucht door. Dus dan kan het hierin. Wordt het gesteriliseerd en dan komt het aan de andere kant eruit. Dan wordt het allemaal verdeeld en als we het willen gebruiken, maak je dus die 2 doeken open in de opdekruimte en dan heb je een steriel instrumentarium set. Nou, we zijn nu aan de andere kant van de machine. Ja. Dus en daar liggen inderdaad die verpakkingen, of hoe moet ik dat noemen? Ja, als deze klaar is, dan gaat deze deur open. Dan komen hier de instrumenten sets uit en dat ziet er dan inderdaad uit zoals hier. Ja, okay. Zo is het verpakt, dus dat streepje wat je toen straks zag, wat groen was, is nu zwart. Ik zei 135 graden, het is 134 graden. Ja. En dit is dan een set die klaar is om gebruikt te worden. De buitenkant is gewoon, mag ik gewoon aanraken, is niet steriel. De binnenkant is wel steriel. Het zit in 2 verpakkingen, eerst blauw en dan groen. Zolang het zegel aan beide kanten stickers nog heel zijn, dan is het een steriel set en kunnen we dat gebruiken. Maar dit is dus de opslag, de berging, schone opslag.
Dus alle sets worden hier klaargezet voor alle operaties die gedaan moeten worden. Dat wordt hier allemaal neergezet. En dan staat het klaar, dat wordt door de logistiek medewerker gedaan. En als dan de operatie toe is aan de volgende ingreep, kunnen ze hier hun sets ophalen. Okay. Nou. En dan denk ik dat we het rondje hebben gemaakt. Want als we nu deze deur doorgaan, zijn we weer terug op de operatiekamer. Mag ik je hartelijk danken voorlopig voor je geweldige uitleg. Ja, graag gedaan. En ik moet er thuis nog wat moois van maken. Ja, succes. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Ja. Dankjewel. Oké, graag gedaan.